Grensoverschrijdend gedrag en een giftige werksfeer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn zeer verontrustende conclusies uit het FNV-onderzoek en het manifest met de titel De vis begint te stinken bij de kop. Dit in combinatie met het vertrek van een topambtenaar vanwege grensoverschrijdend gedrag bij hetzelfde ministerie afgelopen december maakt dat wij ons deze bevindingen erg aantrekken. Als het gaat om de veiligheid van medewerkers en als het gaat om macht en tegenmacht als waarborg voor effectieve rechtsbescherming voor burgers, staat het welbevinden van mensen op het spel. Daarom vragen wij een debat aan met de minister van VWS en als het planningstechnisch mogelijk is ook met de staatssecretaris van BZK. Zowel het Nieuw Sociaal Contract als GroenLinks PvdA hebben reeds schriftelijke vragen gesteld en de beantwoording wensen wij te betrekken in het debat. En wij verzoeken het debat te plannen binnen 6 weken. Graag steun van mijn collega's. Dank u wel. De heer Van Kent van de SP. Sorry, nog een keer. Van harte steun, voorzitter. Kijk, nu kan ik u horen. Mevrouw Agema van de PVV. Dank u wel, voorzitter. In de procedurevergadering van 17 januari en 14 februari heb ik hierover al een brief verzocht aan het ministerie. Dat is vandaag gekomen, die brief. En daarin schrijven ze dat de bestuursraad besloten heeft om een thematisch medewerkersonderzoek uit te zetten. En daarin wordt ook beschreven dat het vertrek van de heer Boerenboom, de secretaris-generaal, hier niet mee te maken heeft. En dat zou ik toch even willen benadrukken. Hij is gestopt vanwege ziekte. Ja. En ik zou erom... Ja, we moeten niet zo over... Ja, dat hoorde ik net mevrouw Palmen zeggen. Ja. Dus ik wilde even benadrukken dat hierin ook staat dat de heer Boerenboom vanwege een ziekte is weggegaan. Maar steunt u nou het debat of niet? Dat is eigenlijk de vraag. Hè? Nee, want ik, aangezien het thematisch medewerkersonderzoek nu wordt uitgezet, zou ik dat graag willen afwachten. Kortom, geen steun. De heer Krul van het CDA. Ja, voorzitter, je merkt eigenlijk gelijk hier in het korte reactie van mevrouw Agema wat voor ongemak er gelijk is om over dit soort zaken te praten. En dat is precies de reden waarom het CDA zegt van nou, dit soort debatten moeten we niet doen. Niet over ambtenaren spreken en helemaal niet op het moment dat het gewoon herleidbaar is. En dus? Geen steun. De heer Diederik van Dijk van de SGP. Geen steun voor het debat. De heer Grinwis van de ChristenUnie. Met dank aan collega Agema die de brief al gelezen heeft. Geen steun. Al Abbassi van Denk. Steun voor het debat. Dan het lid Kostic, Partij voor de Dieren. Steun. De heer Van Houwelingen, Forum voor Democratie. Ja, op zich steun, maar ik zou het thematisch onderzoek waar de mevrouw Agema naar verwees had willen afwachten. En ook alle andere werknemers tevredenheidsonderzoeken bij het debat willen betrekken als dat kan. Ja, maar wat betekent dat? Dat betekent steun? Dat betekent steun. De heer Dassen van Volt. Steun. Mevrouw Thiele van de VVD. Geen steun. Mevrouw Paulusma van D66. Geen steun, voorzitter. Mevrouw van der Plas, BBB. Steun. U heeft geen meerderheid.